Het is de tijd van het jaar dat er weer talloze goede doelenacties lopen in het land. Met als bekendste het glazen huis van 3FM. Dat staat dit jaar weer niet in Sittard-Geleen, maar in de regio zijn er wel weer veel initiatieven die het ondersteunen. Zo nam de Geleense zangeres Sarah Matthijs een heel toepasselijk nummer op, waarvan de opbrengst naar Serious Request gaat. Sarah Matthijs is in het dagelijks leven verloskundige en in haar vrije tijd een verdienstelijk zangeres in een koor, een band en een big band. Maar met verschillende muzikale vrienden nu dus een goede doelen single. Omdat het thema terugdringen van babysterfte is en als verloskundige moet je daar iets mee. En wat moet je dan ermee? Geld inzamelen. Zoveel mogelijk. Newborn Child is blijkbaar al jaren het lijflied van vroedvrouwen. Nou ja, in ieder geval mijn lijflied. Nee, van heel veel verloskundigen in ieder geval in Nederland. Is Newborn Child gewoon het nummer wat de passie en de geboortezorg omschrijft. En met name denk ik het wonder van de geboorte bevestigt. Mm-hmm. Hoe kom je aan het liedje? Dat heb ik via de opleiding 9 jaar geleden te horen gekregen. Met min of meer de vraag of ik dat wilde zingen tijdens de beëdiging van de studenten toenertijd. Okay. En dat heb ik gedaan. En toen was ik verkocht en heb ik het nog heel vaak mogen zingen tijdens beëdigingen op de opleiding. We are greeting this newborn child through our hands. From the east to the west, from the north to the south, throughout the land. We're greeting this newborn child through our care. From the east to the west, from the north to the south, everywhere. De opbrengst van het singeltje gaat dus naar Serious Request van 3FM. En de vraag is hoe je dat doet. Zeker als het singeltje maar €5 kost. Ja, 1000 verkopen. En dan minder kosten die je hebt. En alles wat overblijft gaat naar het goede doel. En dat is als je er 1000 verkoopt best wel heel veel. Sarah heeft zich met haar muzikale vrienden van Sunsofa al eerder ingezet voor de acties van het Glazen Huis. Wij hebben met de band, 2 jaar geleden hebben we al flink gepromoot hier in de stad. En zijn we het centrum ingetrokken en hebben we verschillende cafés gevraagd of de muziek even uit mocht. En hebben we Jingle Bells en Rudolph the Red-Nosed Reindeer gespeeld. Mm. En toen hebben we €2300 bij elkaar gespeeld op 2 of 3 avonden. Met ook nog wat donaties van vrienden en familie. Mm. Maar de thema's zijn goed. Het initiatief is super, dus ik vind dat we daar iets aan moeten doen. En dan kunnen we als inwoners van Beek en Sittard-Geleen en als kijkers van Start TV alleen nog maar het goede doel van Serious Request steunen door massaal Sarah Matthijs aan te vragen bij het Glazen Huis. Of door Newborn Child te gaan kopen. Via de website saramatthijs.nl. Hij is ook te koop in onze verloskundige praktijk in Sittard. En bij Bagels & Beans in Sittard. En hoeveel moet hij gaan opbrengen? Ja, ik had op de actiepagina €1000 gezet, maar daar ben ik inmiddels al overheen. Dus wat zullen we zeggen? 5000? Joy.
with every new ball.